Nou, we zijn met een aantal dames hier nu in het huis van Lydia. Want vanuit de ambassade van Vrede hebben we het idee opgepakt om voor alle kinderen, dat zijn er 150, in de noodopvang in Enschede een tasje te maken. En ieder kind krijgt dus een leuk gevuld tasje en wij zijn die hier aan het naaien. Dat is een mooi doel. Ja, dat is een heel mooi doel. En kun je ook een beetje vertellen wat de kinderen krijgen? Ja, ik heb hier de inhoud ongeveer hè, van wat erin komt. Ja? Dat zijn stiften, een knuffel, een gummetje, een kleurboekje, een leuk tasje. En ieder kind krijgt afgesteld op de leeftijd een leuk tasje. En voor welke leeftijdscategorie is dit? Nou, we beginnen eigenlijk al bij de baby'tjes, want we hebben ook voor hele kleine kinderen wel spulletjes binnengekregen. Maar we verwachten eigenlijk dat de grootste groep kinderen zullen zijn op de basisschoolleeftijd. Ja. En kunt u ook iets vertellen over de kinderen waar ze wegkomen? Dus waarom zie je zitten? Ja, het zijn kinderen die dus in de noodopvang zitten, die her en der vandaan komen. Nou, jullie hebben wel kunnen lezen in de krant hoe daarover geschreven wordt. Zo fijn hebben die kinderen het daar niet. Dus wij willen een tegenbeweging geven, een kleinigheidje, want eigenlijk, wat stelt het nou eigenlijk voor? Om toch bij die kinderen een glimlach op het gezicht te krijgen en dat ze gewoon een paar leuke dagen hebben kunnen knutselen. En dat ze ook weten dat wij aan hun denken. En we zijn begonnen vanuit de ambassade van Vrede, die is gelieerd aan Pax. En wij zijn eigenlijk voornamelijk in de Vredesweek in september bezig. Maar als ze zich zulke dingen voordoen, dan doen we dat ook. En zo langzamerhand sluit iedereen zich aan. We zijn begonnen vanuit het Apostolisch Genootschap, maar ook het Humanistisch Verbond, de kerken. Iedereen doet eigenlijk mee. Kobi had me gevraagd of we dat hier konden doen, in verband met de ruimte en gezelligheid, allemaal met elkaar. Nu mag het allemaal weer hè, met corona. En wij hadden net toevallig vorige week hele grote voorraad stof gekregen. En nou, dus dat kwam allemaal uit. Het kwam allemaal perfect op zijn plek. Nu wordt het zeg maar gebruikt voor tasjes te maken. Maar normaal is deze ruimte voor heel andere doeleinden. Ja, normaal. We zijn eigenlijk begonnen om. Mensen die eigenlijk weer contacten zoeken en aan het werk moeten, die kunnen hier ook terecht voor vrijwilligerswerk. En we naaien kleding, we repareren kleding en we verkopen stoffen, we verkopen kleding, ook gebruikte kleding. Dus dat is wat we allemaal doen. Dus jullie leiden in feite ook mensen intern op hier? Niet in die zin dat je dan echt een diploma krijgt. Maar je kunt hier wel veel leren, ja. We hebben ook stagiaires, dus in dat opzicht, ja.